Welkom bij een nieuwe video van Straatpraat. Vandaag ga ik het dorp in om de mensen te vragen wat ze gaan doen met hun vakantie. Mijn vakantieplan is dat ik over 2 weken naar Zanzibar ga. Met vliegtuig. In hotels. Lekker. En wat was u van plan om te gaan bezoeken? Nou, van allerlei dingetjes. Het is vooral een zon, zee en strand vakantie. Dus lekker suppen, duiken, snorkelen, dat soort dingen. En een beetje stadjes kijken. Wat zijn uw vakantieplannen? Geen. Nee, u blijft lekker in Nederland. Ja, ik werk voor de gemeente, daar kan je geen vakantie van betalen. Toch wel. Vakantieplannen, Schotland. Met de auto. En waarin verblijft u? In een tent? Nee, we gaan op rondreis. En we zitten af en toe in een hotelletje of in een bed and breakfast. We hebben 5 of 6 accommodaties gehuurd voor 1 of 2 dagen. Dus. Ja. En weet u al iets wat u sowieso wil bezoeken? Nou, dat weten we nog niet helemaal. Nee? Nou, ik blijf thuis dit jaar. En waar ging u vorig jaar heen? Vorig jaar zijn we naar Duitsland geweest. Caravan. We nemen altijd onze eigen caravan mee. We zijn net verhuisd, dus we hebben nog genoeg te doen. Jazeker. Ik ben nu op vakantie. U bent nu op vakantie? Ja. Want u komt niet uit Bodegraven? Nee, ik kom niet uit Bodegraven. Nieuwegein. Nieuwegein. En waar gaat u naartoe? We kijken. Ja, onze plannen zijn eigenlijk niet dat we gelijk weten waar we heen gaan. Maar we hebben nu wel het idee dat we een beetje richting Rotterdam gaan straks. En waar wilt u uitkomen? Ja, in Nieuwegein denk ik weer, maar... Uiteindelijk wel. We maken een heel rondje. Gaat u nog ergens heen met de boot? Als het goed is wel. En waar wou u heen gaan? Naar Woerden. En dat is het? Voor deze week wel, ja. En deze vakantie? Blijven we in Nederland. Normaal zitten we in Frankrijk, naar de Middellandse Zee, maar dit jaar blijven we in Nederland. Ik kan geen andere vakanties eigenlijk. Nee, u gaat niet met de caravan op vakantie? Als ik die had, dan zou ik dat doen, maar ik heb geen caravan. Wij hebben een boot en dat is een drijvende caravan. We gaan naar Oostenrijk op vakantie. Met de auto. Wij nemen een vouwwagen mee. Dus wij gaan kamperen. En we gaan de berg in. Ja, dat is de grote wens, ook van de kinderen. Dus de bergen. Mag ik uw gesprek even onderbreken? Ja. Ik heb een vraagje. Wat zijn uw vakantieplannen? Nou, wij gaan 3 weken naar Oostenrijk. En hoe gaat u daarheen? Met de auto. Ja, dat is toch het handigste. En wat voor accommodatie gaat u? Een tent? Appartement. Voor 3 weken, ja. Toch een beetje luxe. Wel. En zijn er nog dingen die u echt nu al weet, die wil ik gaan bezoeken? De bergen, hè. Lekker wandelen in de bergen. En gezellig koffie drinken in de hutten die daar zijn. En we gaan meestal wel naar een dierentuin of een andere activiteit doen. Ja, een keertje met de trein vind ik ook altijd leuk in Oostenrijk. Mijn vakantieplan, ik heb geen vakantie. Nee? Nee. Staat u nu wel aan? Nou, misschien voel je je geroepen als nieuwe cameraman. Want die heb ik denk wel nodig.